Hoi en welkom bij weer een nieuwe Samen Santé vlog. Ik ga vandaag naar Tiel. Ik ga naar het cultuurgebouw Zinder in Tiel. En dan heb ik een afspraak met Donata. Zij is trainer bij Santé Partners. En met Chantal. En zij is maatschappelijk werker bij Santé. En samen zijn ze bezig met een aantal hele leuke trainingen. En daar wil ik wel eens even het fijne van weten. Dus ik ga ze eens even uithoren vandaag. Ga je mee? Bij Zinder. Leuk dat je er bent. Hey, goedemorgen Chantal en Donata. Fijn dat ik hier langs mag komen bij jullie. Hey, we zijn wel op een speciale locatie vandaag. Waar zijn we hier, Chantal? We zijn hier bij Zinder in Tiel. Het is een groot gebouw waar theater wordt gegeven, kunst. En af en toe geven wij hier ook groepen. Ik heb hier onlangs een training gegeven, vorige week nog met mijn collega Donata. Glans aan je leven. Hey, en voordat we daar verder op gaan, wie zijn jullie echt precies en wat doen jullie bij Santé? Ik ben Donata Vreugd. Ik heb heel lang als maatschappelijk werker bij Santé Partners gewerkt. Maar ik werk nu ruim een jaar als trainer en aandachtsfunctionaris collectief aanbod. En collectief aanbod is eigenlijk een beetje een heel duur woord voor alles wat in groepen gedaan wordt. Dus trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten, gespreksgroepen. Oké, leuk. En jij, Chantal? Ik ben algemeen maatschappelijk werker in Tiel en alleen maar voor de volwassenen en ouderen. Ja, ik vind ouderen toch wel een hele leuke doelgroep. Ja, het geven van trainingen, dat vind ik het allerleukste. Daarom heb ik ook deze stap gemaakt, dat ik dat eigenlijk alleen nog maar doe. Maar ik wil nu eigenlijk nog wel wat meer weten over die training Glans aan je leven. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, Glans aan je leven is een training, een cursus, een bijeenkomst voor ouderen. Die eigenlijk toch wel in een sociaal isolement zijn terechtgekomen. Een gebeurtenis in hun leven, bijvoorbeeld pensioen of een partner die ze verloren zijn. En die eigenlijk toch wel wat meer glans in hun leven willen hebben. Oké, en die hebt de eerste training inmiddels gehad. Ja. En ook al eentje hier in het gebouw, hè? En hoe reageerden de mensen? Ja, ontzettend leuk. Ja. Echt ontzettend leuk. Ja, een heel leuk gebouw. We kregen zelfs een rondleiding hier ook van de medewerkers. Dus wat je dan ook ziet, hè, dat is dan ook de drempel is wat lager. Dus mensen kunnen hier hebben het gevoel van, we kunnen hier makkelijker binnenlopen. Maar dit is niet het enige wat jullie doen, hè, Glans aan je leven? Nee, we geven veel meer trainingen. En om één training even uit te lichten. De training die we hier ook gaan geven in dit gebouw. En dat is met een duur woord psychosociale weerbaarheidstraining voor vrouwen met een migratieachtergrond. Dus eigenlijk een beetje een assertiviteitstraining. Dus het gaat over opkomen voor jezelf. Goed zorgen voor anderen, maar ook goed zorgen voor jezelf. Leven in twee culturen, nee zeggen, je grens aangeven. Het is echt een doetraining. We gaan heel veel oefeningen doen en opdrachten. En dat is dus blijkbaar nodig, want je hebt die training ook al een keer gegeven, begreep ik? Ja, hij loopt heel erg goed. Ik geef die training niet alleen, ik geef die met Malika Haya. Dat is een thuisbegeleider bij Santé Partners. En daar is voldoende animo voor. Hey, we hebben het gehad over de verschillende trainingen die jullie geven. En wat nou als collega's dit zien of mensen die de training willen volgen en ze willen er meer over weten? Nou, voor de cursus Glans aan je leven voor ouderen mogen ze contact met mij opnemen. Ze mogen me bellen of mailen. En wil je meer weten over de training, psychosociale weerbaarheidstraining voor vrouwen met een migratieachtergrond? Neem dan vooral contact met ons op. We vertellen er graag over, hè? Absoluut. Ontzettend bedankt voor deze informatie over jullie training. Ik vond het heel erg leuk om te horen wat jullie allemaal doen. Ja. Ik ga jullie niet langer ophouden. Heel erg bedankt en ik zie jullie graag de volgende keer. Dat is goed. Oké. Okay. Nou, tot ziens. Doeg.